It's time for Vectors Basin! Vechtersbaas, terug in je leven. We zijn even terug, een tijdje weg geweest, vakantieperiode. Alles gaat uitgerust, buiten slapen. Alles weer helemaal fris om een nieuw seizoen te beginnen. Uh, terug op je beeldscherm of in je oren. Je weet, we zijn overal te vinden, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. En we gaan weer een heel seizoen brengen met jullie favoriete vechters, trainers, legend, aankomende trend. Je weet het allemaal. Uh, en de man die vandaag als eerste op de bank zit, ben ik heel blij om hier te begroeten. Is zeker wel een household nemen, al in het kickboksen. En tegenwoordig ook uit de televisiewereld uh, de enige echte... De beast! Ibrahim El Bustati, toch dat je hier bent. Man. Bedankt voor je uitnodiging, Dennis. Ja, weet ik weet, vanuit Den Haag naar Amsterdam is het toch altijd een kleine barrière voor jullie. Ja, het is een uurtje rijden, maar. Ja. Het is, uh, het is, uh... We zijn het gewend. Ik ben ook wel eens uh, voor moest hier heel vaak gekomen. Dus dan moest ik ook in de ochtend heel vroeg de deur uit. Precies. Oké, okay. okay. nee, we wees welkom in ieder geval. We okay. um, beginnen dit onderdeel nog steeds. Uh, dit programma nog steeds. Altijd met het onderdeel dekking Blijft altijd een beetje raar, natuurlijk, voor een vechter. Maar toch, uh, je krijgt van mij een aantal stellingen op je afgevuurd. En de bedoeling is dat jij daar uh, uh, zo goed en zo snel mogelijk uh, antwoord op geeft. Niet te lang nadenken. En misschien hebben we daar wel redenen uh, om op die antwoorden door te praten daarna. Dus ik zou zeggen, ben je er klaar dus... voor? Ja. Yep. Let's go. Uh, MMA of kickboksen? Kickboks. Uh, trainen of trainen? Train. Uh, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Uh, vier weken terug. Met de geboorte van mijn dochter. <laughs> ja, gefeliciteerd nou, daarover. Daar gaan we zo ook uiteraard over praten. Dat is uh, meer dan genoeg reden om een uh, traantje om te laten, lijken Van blijdschap, mag ik hopen. Ja, ja, zeker. Um, beest of knuffelbeer? Uh, nee. Nee? Nog eens keer, sorry, de vraag. Beest of knuffelbeer? Ah, nee, zeker beest. Beest, beest. beest, ja. De beest. Uh, Wat ben je het meest trots op? Uh, op de persoon wie ik de dag van vandaag ben. Ja. Ja, je ja, trots op zijn ook. Ja. Uh, Den Haag of Rotterdam. Den Haag. <laughs> Daar hoef je echt nog geen halve <laughs> seconde over na te denken. Uh. Uh, vechter of acteur. Vechter. Wat is je favoriete slechte film? Favoriete ja, slechte film? Ja. Damboor, Damber. Welke? Damp. En dammer. Dam en dammer, ja. ja. dat is wel een behoorlijk slechte film. Maar ja. ook wagger. Ja, je kunt er wel twee uur naar kijken, weet je. Het is niet <laughs> dat je gaat wegzetten of zo. Heb je het vervolg ook ooit gezien? Nee, nee. Nee, niet doen. Nee, <laughs> Um, en, uh, en tot slot, uh, je hebt natuurlijk een, een vechtende broer, we zijn er dol op vechtende broers, we hebben er een aantal gehad, de laatste Jafar en Jason Wilnis, uh, de, de Sterkeburger uh, tweeling hebben we hier gehad, um, en, en uh, jouw broer Hafid, de Hyena was ook een uh, geweldige vechter, Zeker. mocht ik ook graag naar kijken en de vraag aan jou is wie is het eigenlijk beter? Um, technisch is hij veel beter. En qua kracht, ja, ik zit 30 kilo boven een beetje, dus, dus ja. <laughs> Qua, qua gewicht is het al een enorm krachtverschil. Maar technisch was hij wel echt een van de beste in Nederland. Ja, ja. ja dat is ook mooi. Dat zo, zo zie ik jullie ook. Ik vond Havit echt een hele technisch, uh, stilistisch mooie vechter om naar te ja. kijken. Heel bekeken. Uh, wel altijd wel veel meer druk naar voren, maar wel mooi technisch en, en, ja. en, 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 en goed bekeken. Terwijl jij bent, als jij bent gewoon een beuker. Ja. Niet zeggen dat je niet technisch bent, maar je vecht met veel kracht en veel drang naar voren. En ja. maar met één ja. ding in, in je hoofd is dat om iemand uit te schakelen. Ja, ja. ja ik denk dat dat eigenlijk ook door ons uh, lichaamsbouw komt. Uh, half is toch nog wat iets compacter qua lichaam, ja. uh, iets korter. Dus um, hij heeft heel erg de explosie in zijn armen en benen. Dus hij kan heel snel naar voren gaan. is dus een combinatie van 4, 5, 6 stoten maken. En met de logic erbij. En hij is weer weg. En dat heb ik dan weer niet. Ik heb hele lange armen, hele lange benen. Dus ik moet het echt hebben van één of twee stoten. Goed uh, laatste stoten en dan uh, kijken wat de volgende stap zal zijn. Ja. En dat is bij hem ook iets anders. Hij zat ook uh, op de 70 kilo. Uh, daar is net een tempo alles wat sneller. Hij uh, was ook heel erg van het ontwijken. Um, ja. En bij mij is dat wel echt éénrichtingsverkeer. Gewoon naar voren toe gaan, uh, <laughs> stoten terugkoppen en uh, uitdelen. Ja. Dus dat is... Uh, dat is wel echt een verschil tussen ons. Maar ik heb, ik heb de technische aspecten die hij mij heeft geleerd, zeg maar. Die heb ik wel uh, uiteindelijk in mijn vechtstijl kunnen, kunnen voortborduren. Ja. Ja. ja, dan was ik inderdaad benieuwd aan. Wat zit er ongeveer tien jaar tussen jullie, ongeveer zoiets, hè? Ja, ik ben 27 en uh, Hafid is 37. Ja, ja. dus eigenlijk... Toen jij begon, was zijn carrière al nou, misschien nog niet bijna voorbij, maar er zit wel, een, er zit, ja, er zit wel bijna een generatie tussen. Uh, he, hebben jullie wel fel opgetrokken vroeger qua trainen en alles? Ja, nou, ik, ik zou je zeggen, ik, ik zat eerst op voetbal, uh, tot mijn tiende, maar ik, ik was een dik, dik jongetje en ik ging meer eigenlijk voor de frietjes in de, in de kantine. Uh, en op een gegeven moment, Hoffi, uh, het was al uh, wat verder. Uh, die ging al uh, naar de sportschool kickboksen en die zag uh, bij mij dat het voetbal niks werd. Die heeft me toen meegesleurd de kickbox in. En zodoende eigenlijk werd ik al gelijk verliefd op de sport. En uh, het paste meer bij me. Ik, uh, ik kon mijn agressie kwijt. Ik kon, uh, ik hoefde niet veel te rennen. Dus <laughs> dat scheelde ook weer. Uh, en je had geen frietjes in de kantine. Dus dat was al, uh, de discipline was <laughs> al heel anders dan het voetbal. Ja. Uh, het, dit was echt gewoon een oorlog. En een uurtje oorlog en dan lekker naar huis gaan. En, uh, je nest in de volgende dag school. Uh, en daar, daar voelde ik me wel lekker bij. Ja, welke, zeg. welke sportschool was dat? Dat was destijds TB Den Haag, Thai Boxing Den Haag. Dat bestaat niet meer. Dat was uh, onder leiding van Jerry Juku En uh, dat was eigenlijk een van de, de eerste grote scholen in, uh, in, uh, in Den Haag. En die had echt iets van... er uh, zijn tien of twaalf A-klassers. En heel veel talenten rondlopen. Onder ja. de talenten wa waren ik. Tariq Kababes. Um, uh, Lo Fogo Sarour. Uh, ja, Alle Haagse jongens die nu eigenlijk uh, een Veel beetje in de maken, top staan, ja. die, die, hebben, die zijn daar begonnen. Uh, en ook Hafit die was heel ver gekomen uiteindelijk. En die miste een klein beetje de ontwikkeling nog om verder te groeien. Want hij was uiteindelijk bij It showtime terechtgekomen mm -hmm. Dus had hij de stap gemaakt om naar Moeste Gym te gaan. Um, en destijds, wat was ik tot aan mijn 14e, 15e had ik nog geen wedstrijden gevochten meer, eigenlijk uh, een beetje speels uh, naar de trainingen gegaan tot ik een keer met hem ook naar Moesterdjum ging. En uh, daar, mocht ik, uh, daar, daar kwam ik uh, meerdere mensen tegen die zeiden van hey, je hebt wel echt het talent. Je moet even doorknallen. Onder andere Paul van Niemwegen van Avaf mm -hmm. ja. destijds. En uh, die hielp me ook met begeleiding toen. En zodoende had ik eigenlijk een nieuweling overgeslagen. Gelijk de zee in gegaan. En uh, het, vanaf toen ging het eigenlijk heel snel. Wat weet je nog van die allereerste training toen Hafid jou dus meenam naar de TB Den Haag? Wat weet je nog van die allereerste keer? Um, ja, ik weet nog dat, uh, ja, dat ik, uh, dat ik uh, alles fout deed. <laughs> Letterlijk alles fout. Ik had de motoriek had ik nog niet. Ik wist nog niet uh, hoe je moest opdrukken, dus ik deed het maar op mijn knieën. Ja, er zijn van die kleine dingetjes die als, als als je nu een twaalfjarige of een elfjarige jongetje ziet die een beetje overgewicht heeft, dan ga je ook denken van die, die heeft heel wat trainingen nodig voordat, voordat het in ieder geval ingeslepen is. Dat was bij mij ook het geval. Dus ik had echt een paar jaar nodig voordat ik een beetje doorhad wat het kickboksen was eigenlijk. En dat was bij iets wel anders. Die had het uh, gelijk heel snel door. En uh, die, 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 die werd met de training beter en beter. En ik keek ook echt heel erg op naar hem van: Ik hoop dat ik ook ooit zo uh, dat te pakken heb. Weet je, dat ik alles onder die knie heb. Um, destijds geloofde eigenlijk nog niemand in mij. Uh, nee. Het was gewoon een jongetje, een mollig jongetje, de broertje van, die een beetje rondliep in de gym af en toe uh, ja. een aatje dronk. Voel je dat ook dan? Dat je inderdaad dan het, misschien het minder bedeelde broertje van, uh, van de twee bent, of in wie niemand gelooft? Want ik kan me voorstellen dat, dat je dat je wel aantrekt. Um, nou ja, misschien was het wel goed geweest. Uh, want als je dan meteen een veer in je, in je bil krijgt, dan, dan denk je ook echt dat je er al bent. Terwijl je nog helemaal niks bent en je broer al alles heeft gedaan voor je. Dat was in mijn geval dus niet zo. En ik moest er zelf echt uh, voor knokken. Um, Hafid was destijds al een uh, en vechter en niemand wist eigenlijk van het bestaan van zijn broertje. En het was het aan mij nu om, om dat wel te laten zien. En uh, ja, dat, dat, dat gebeurde ongeveer op, uh, op 15, 16-jarige leeftijd. Dat ik in één keer de, de zwaargewicht inging. Want Hafid, die. Uh, die trainde mij toen zelf. één uh, op één. Ook heel veel. En die had uiteindelijk een wedstrijdje voor me geregeld. tegen uh, iemand van twee meter dertien. Ah, ja, dat eerste, uh, ja, ja, dat was mijn eerste. Ja, dat was mijn eerste partij op 102 kilo, dat weet ik nog. En oh, ik was 16 jaar. Ja. Ik was zo'n tonnetje. Ja. En. Uh, en, en toen, toen, toen rende ik gewoon naar voren als Toei Vasa. Uh, bij be, wijze van. En, uh, om hem te raken en nog gewonnen ook. Uh, en vanaf die dag toen had ik al in mijn hoofd van als ik iemand van boven de twee meter kan winnen, dan kan ik alles. Ja. ja dat had ik in mijn hoofd. En uh, eigenlijk uh, met, met dat in mijn hoofd ben ik mijn carrière begonnen. Bij elke wedstrijd uh, dacht ik aan mijn eerste wedstrijd die keer. Maar, ja. Ja, ja, dus, dus... ik heb. Echt waar? Ja, is echt zo. Als je van zo'n groot iemand kan winnen, dan kan je alles winnen. Dan letterlijk een drempel, een hele grote ja. drempel die je hebt overwonnen. Ja. ja. Ja, en ik begon heel erg in mezelf te geloven. Omdat ik wat dikker was en ik hoorde het publiek helemaal losgaan voor me. Omdat, omdat het toch wel iemand zo klein tegen zo groot zien in één keer. Dus uh, ja, dat was echt. Uh, toen had ik mijn liefde in de sport ook uh, wel echt gevonden. Ja. Mooi ja. zeg. Ja. Als je vaak hebt, hè, want het zijn uh, vechtende broers, hebt, dan zijn het vaak. Worden ze betere vechters omdat ze of met elkaar altijd al aan het rollenbollen zijn, om elkaar pesten of met elkaar vechten. Of dat ze juist samen op straat tegen de rest vechten. zo um, Maar bij jullie zit er best nee. wel veel leeftijdsverschil tussen. Hoe was dat bij jullie? Hoe ging dat in de opgang? Ja, totaal niet. Nee. Totaal niet. Uh, mijn broer had een ander leven. Uh, die woonde al op zichzelf en uh, ik woonde gewoon nog thuis. En de enige keer dat ik hem zag was eigenlijk op de gym. Op de sportschool, oh, ja, als ja. we samen gingen trainen. Ehm... Uh, maar ik had, ik had zoveel respect voor hem, omdat hij ook gewoon een paar jaar ouder is. Een jaar of tien. En hij had al, al, eigenlijk alles al uh, behaald. Uh, wat ik ook wilde behalen in de sport zelf. Dus hij was echt een doel voor mij om, om, uh, om, om te evenaren. Ja. En, uh, dus ik, ik durfde niet eens om tegen hem te zeggen: kon sparren. Bij wijze van. Dat, is, dat lag niet eens op het punt van mijn tong. Uit respect en uit. Uh, Um, ja, ik weet gewoon wat hij kan. En tevens is hij ook mijn leraar. En je gaat ook niet 1, 2, 3 tegen je, tegen je sensei zeggen: mm -hmm. hey, Kom even sparren als je wil. Dus dat, dat zat er niet in voor mij. Um, hij petste hem heel veel. Uh, hardlopen deden we wel heel vaak samen. Dus gingen we echt uh, sprintjes trekken in de duinen samen. En uh, um, ja, hij, wou, hij was gewoon bezig met zichzelf nog steeds. Om eigenlijk de uh, Showtime-gordel uh, te winnen. Maar hij was ook bezig met mij om mij te ontwikkelen naar, naar een heel goede vechten. Ze ja. dus had eigenlijk twee rollen op dat moment waar ik nog steeds dankbaar voor ben. Zeker ja, ja. Hoe, hoe, hoe was jij als jochie opgroeiend in Den Haag? Um, rustig. Ja, ik deed ik zat op de havo, ja. Dus uh, ik had de ouders die strak erop zaten. Ik had twee broers, twee zussen. Ik was de jongste thuis ja, ik zat helemaal geïsoleerd, weet je. Als ik uh, zes uur uh, later als zes uur buiten was, dan uh, kreeg ik al draai om te horen. Ja. Dus voor mij was het al heel erg snel uh, uh, regels en disciplines uh, ja. uh, wat aangeleerd werd. Zes uur thuis, zes uur thuis, um, gelijk na training, gelijk naar huis, uh, gelijk van school, gelijk naar huis. Ja. En dat deed ik dan ook omdat ja. ik weet, als ik het niet deed, wat er ja. dan te wachten staat. Ja, maar omdat je net zei, van, ik merkte in kickboxen, kon ik mijn agressie in kwijt. Ja. Ik was jij iemand dan die veel agressie voelde? Want je komt op mij altijd over, een hele rustige, zachte aardige vent. Ja, ik denk meer een beetje opgekropte emotie of ja? te, te agressie, weet je? Een beetje frustraties, omdat, omdat je destijds toch wel wat aan de dikkere kant bent geweest altijd. Um... Heb jij gepest of zo? Nou, dat, ze, ze proberen het wel maar ze wisten ook wel van hé, hij zit op een vechtsport laat het maar ja. niet doen weet je en ik was best wel flink ja, en groot voor die tijd voordat voor je voordat ja, op de basisschool werd ik, werd ik wel eens gepest inderdaad ja. Uh, het heeft, ja maar dat is wel elk mollig kind is dat wel tegenwoordig zo denk ik weet je het is, uh, het is niet leuk het is zeker niet leuk maar uh, het is het heeft mij uiteindelijk het, het, is, het is persoonlijk maar mij uiteindelijk heeft het wel uh, sterker gemaakt um, uiteindelijk heeft het mij doen beseffen dat met de mond uh, dingen zeggen veel minder dingen veel minder opleveren dan als je ook echt dingen doet als ja. bijvoorbeeld de kickboxen weet je Je moet is, een uh, ja, ja. het nog draaien zorgen geven ja dus dat uh, is een beetje wat je nu hebt met die keyboard warriors die dan uh, achteraf naar een partij gaan uh, zeuren maar uh, ja weet je ik heb het uiteindelijk gewoon uh, allemaal in de, de gym kunnen, kunnen weg, uh, echt, wegslaan ja. en, uh, maar heeft het ook wat met je voor je gedaan want jij als je op een gegeven moment uh, uh, leert vechten en jezelf leert verdedigen, dan krijg je ook meer zelfvertrouwen. En voor de buitenwereld straal je dan vaak ook meer iets uit van: hey, ja. Weet je, iets onaantastbaars. Ja. Uh, uh, heeft dat veel voor jou gedaan in die periode? Ja, je had destijds geen Instagram, Facebook en, uh, en, en TikTok, dat soort dingen als wat je nu ja. hebt. Dus tegenwoordig ben je al heel snel een kickboxer, of heel, zie je mensen heel snel dat je aan de vechtsport de, doet. Destijds was dat gewoon niet zo. Ik, bedoel, ik liep gewoon naar school en niemand wist überhaupt dat ik trainde of wat dan ook. Uh, dus dan, dan, dan zijn ze al wat, wat sneller met het maken van, uh, van, uh, uh, van grapjes, uh, pesterijen. Um, en destijds kon ik gaan, ja, kon, kan je niet om je heen gaan meppen, dan uh, ben je weer geschorst op school, weet je. Dus ik moest er wel een beetje inhouden. Ja. Uh, maar later, al die, jongen, die, die, die mensen van de basisschool, waarmee ik dan ruzie had gehad en zo, die... Die heb, daarvan heb ik wel uiteindelijk later allemaal een berichtje gehad. van hé, echt tof dat je uiteindelijk wereldkampioen bent geworden en dit en dat. Dus dan, dan zien ze ook wel van ja, je moet niet iemand onderschatten van kleins nee. af aan. omdat zo iemand een Mark Zuckerberg kan worden of een uh, Elon Musk, weet je, of, ja. uh, of een uh, wie dan ook. Ja, dus het is uh... wel mooi dan dat je dus haters in fans kan veranderen. Dat ja. moet als een soort ook morele overwinning ja. voelen. Ja. Ja, uiteindelijk kijken ze, kijk ze ook naar mij bij hun favoriete serie, waarschijnlijk Mokromafia. En dan zien ze in één keer de bolle e tevoorschijn komen. Dus dat doet denk ik ook wel wat met ze, weet je. Sommigen kunnen trots zijn, anderen vinden het dan minder leuk, weet je. Ik, ik weet het niet. Maar... Uh, ja, hoe, ja, hoe, hoe was het voor jou? Je stipt het nu zelf al van een Maffia. Hoe was het voor jou om, om daarin mee te spelen? Uh, Dennis, het was wat anders moet ik je zeggen. Ja. Ik... Uh, toen corona net was aangebroken... Dan moest ik wat voor mezelf gaan doen, uh, tenminste uh, wat in één keer tijd over, laat ik het zo zeggen. En lockdowns op lockdowns. En uh, toen dacht ik van, uh, en Ahmed Akabi, dat was uh, vroeger een uh, buurjongen van mij in Den Haag. Okay, yeah. En uh, zijn vader had een patisserie. En die, uh, die, die brachten dan samen met Ahmed uh, ook uh, taartjes uh, naar bijvoorbeeld mijn uh, geboortefeestje of uh, dat soort dingen. En uh, onze vaders, die, die waren gewoon vrienden van elkaar en uh, later was uh, Ahmed uiteindelijk verhuisd naar Amsterdam. Mm -hmm. um, maar op Instagram zijn we elkaar nog steeds blijven volgen en uh, dat soort dingen. Dus uh, hij vroeg me al voor het eerste seizoen, maar ik zat uh, midden in mijn, uh, in mijn hoogtepunt van mijn carrière als het ware. Uh, dat was echt vier jaar, vijf jaar terug en toen vocht ik uh, tegen uh, Andrew Tate ja? voor de uh, double champ uh, gordel. Dus ik kon niet, ik kon het niet, weet je, ik kon ook niet maken dat ik dadelijk in Mokromafia zit en dan gordelvliezen en alles erbij. dan gaan ze weer zeggen van, je hey, zie, hij is, De focus uh, is er van niet, het padje ja. beland. dus daar heb ik het overgeslagen en later, twee drie jaar later kwam uh, kwam mij met uh, seizoen twee en uh, toen uh, toen uh, nog contact gehad en uh, toen zei hij van, ik heb een leuk rolletje voor je, je hoeft geen audities te doen, je hoeft alleen maar boos te kijken. <laughs> dat kan, ja, kan ik wel, <laughs> <laughs> dat kan ik wel. dus uh, toen kwam ik daar aan op de eerste, ja, eerste dag eigenlijk op de set en uh, ik doe de deur open en ze zeiden je hebt een medespeler mede eigenlijk en dan zag ik in een keer Netbio staan ook uit Den Haag. <laughs> ja en het was een bekende die, die ken ik al jaren. Ja. Dus hij uh, hem wist ik niet eens dat hij ook zou meedoen weet je. Dus we zagen elkaar we keken elkaar van oké okay, dit is, uh, <laughs> is toevallig wel echt super leuk ja. ja. Dus uh, dan voel je ook wat maak ik aan op de set enzo weet je. Ja. ja. Maar het was leuk. Het is iets heel anders. Het is een hele andere wereld, een hele andere mensen. Het is, um... ja, is lange op de set, leuk om mee te maken. Ja, ja. Is is het iets wel... iets heel anders en misschien is het een leuk uitstapje geweest. Maar is het iets dat nu eraan gerookt hebt en van geproefd hebt, je vindt, nou, dit is, dat zou ik ook wel vaker willen doen. Of is het gewoon weer leuk van ik heb het gedaan? Ik moet je zeggen, um, het, het hangt echt helemaal van de rol af. Ik, ik ja. wil niet een rol hebben waar ik veel, veel moet praten of uh, dat, daar ben ik echt niet van. Het rolletje dat ik nu heb, dat, dat uh, ligt, me, ligt me wel. En, ja. uh, ik ben ook nog niet dood in de serie. Ik weet niet hoe wat seizoen 5 gaat, uh, gaat brengen. Um, ja, in ik tot tot Nabil nu. Dus uh, ja, ja. die is, die is, die ja, die is, is helaas is uh, uit de serie. Ja. Nee, in het in de vechtsport doet hij het super, maar in de serie is hij helaas uh, kapot. Ja. Klaar. <laughs> hoe ja. jammer het hij ook vindt hoor, hij vond het ook echt jammer. Ja. Ja, ik vond het ook heel leuk trouwens ook. Het was voor hem ook iets uh, om een keer uh, meegemaakt te hebben. Je behoudt ook contacten in de, in de, in de wereld zelf een beetje, weet je. Dus uh, um, bijvoorbeeld uh, van, van castingbureaus en uh, die, die, die blijven contact met je houden. Ja, of als ze wat tuurlijk. anders hebben, dan uh, weten ze, ze je wat te vinden. Uh, en met het vorige seizoen werd mij zelf ook gevraagd om een aantal vechters naar voren te schuiven voor uh, bijrolletjes. Dus dat vond ik ook wel leuk, weet je, dan mag je een beetje gaan uh, scouten naar, uh, naar de goede kopjes uh, in de kickboxwereld. Ja, ja, ja. Dus dat was ook wel uh, leuk om te doen. Ja. Wat, wat, wat vond je het allerleukste eraan en wat vond je het allermoeilijkste eraan? Het allermoeilijkste vind ik toch wel um, de timing. Dus uh, op de juiste moment uh, bewegen of op de juiste moment wat zeggen. Uh, want als dat niet het geval is, dan gaat het ook gelijk de camera uit. Dan gaan we weer opnieuw van de, vanaf het begin. Uh, ik denk dat, en, en, en je moet ook wel geduld hebben. Zeker. Ja, je staat soms uh, voor één scène wel echt uh, vijf, vijf of vier uurtjes op je benen. Ja, ja, ja. Dat je dan iedere keer opnieuw moet. En of dat het net gaat regenen, maar de zon nodig is. Het dus is ook heel vervelend. Um, maar de voordelen die, die zijn, wel, uh, die zijn ja. wel groot hoor. Ja, wat vond je het leukste dan? Um, ik denk toch wel echt met de, de top van de top uh, acteurs in Nederland mogen samenwerken. Wie ja. Ja. was het nou, leukste? Daar heb ik echt zo mee gelachen op de set. Of, uh... ja, ik moet je zeggen, IJs. Ja? <laughs> ja, dat is wel, die, die, die is gewoon zichzelf. Ik kende hem al voor de serie een beetje. En, uh, ja, die heeft alleen maar nog meer bevestigd hoe, uh, hoe erg hij zichzelf is. Weet je, ook in de serie zelf. Er wordt, wordt alleen een tekst aan hem voorgelegd. Ja. En hij mag zelf invullen hoe die, hij hoe die het gaat doen. Weet je? Ja, dus ja, ja, ja. Hij mag helemaal zichzelf gaan spelen. Zo natuurlijk mogelijk. Ja. Ja. Uh, en Asse Char, daar heb ik ook uh, vele uren meegemaakt. gemaakt. een hele lieve, lieve man. Ja. Uh, ook buiten de, buiten de filmindustrie, gewoon een man van, met een gezinnetje. En uh, ja, zoals jij en ik, gewoon uh, een, ja, een dagelijkse man die je op straat tegenkomt. Hele lieve, um, slimme man vooral. En die ook zijn passie gewoon vindt in, in, in film en maken van series. Ja, ja die twee, dat, dat zijn echt... Uh... En Ahmed ja. natuurlijk. Ahmed is tegenwoordig heel druk, dus die zie je heel weinig op de sets. Ja. Die zie je wel eens af en toe voorbij lopen, maar dan is die ook weer weg. Ja. ja, maar het is leuk om mee te Er ja. is ook wel wat kritiek geweest hè, vanuit de Marokkaanse gemeenschap. Ja. Of een serie dat het te stigmatiserend zou ja. zijn naar Marokkanen toe, et cetera. Uh, heb jij daar ook wat van gemerkt en wat vind je ervan? Um, nou, ik, mijn rol is, uh, is niet zo'n rol dat ik zo nog voren zo word om wat eens dingen te zeggen of dingen te doen waar mensen denken van, nee hey, dat kan echt niet door de beugel. Uh, ik heb eigenlijk een vrij rustige rol, dus ik heb niet zoveel van nee. Het zijn meer mensen die me herkennen van, hé hey, dat is, uh, die vechten toch, Ibrahim. En het is niet dat ze denken van, hé hey, wat doet die nou of uh, wat gekse uh, zet ons verschut of wat dan ook. Dus daarin um, ben ik wel vrij op de achtergrond, zeg maar. Ja. Uh, en de serie zelf, ik zelf weet niet wat er van tevoren geschreven gaat worden. Nee. Ik krijg uh, het script en van alles krijg nee. ik uh, een dag van tevoren in mijn hand gedrukt. Um, dus ik weet, ik weet ook niet hoe het uiteindelijk eruit gaat zien. Ja. Uh, in zijn geheel. Voor mij is het net zo'n verrassing als de kijkers zelf. Uh, dus als er zo'n scène in één keer tevoorschijn de, de komt, ja. Ja, dan, dan, dan dan denk ja, dat is, dan schrik je er wel van. Weet je. Maar het is niet dat ik er zelf in zit dat ik er dan me zorgen moet gaan maken. Dat zeker niet. Nee. nee. Ik ben meer voor, uh, ja als, als leuke achtergrond zeg maar, uh, voor Potlood, de beveiliger van. Uh, ja het is leuk voor de ook voor de kickboxwereld weet je, dan uh, Zeker. Die twee van die jongens die toch wel een leuke serie meedoen en uh, Zeker. ook q serie ja. zit er eventjes in zag ik. Ja. Dus, uh, ja, goede serie, ik vind een on-Nederlands uh, goede, maar ook on-Nederlands harde, harde serie. Ja, maar, ja het is ja. dus een groep die het, die het uh, afkeurt. Ja. Kijken ja. dan niet. En ja. Het is een hele grote groep die het wel. Uh, ja, de... Maar je kan het toch nog even iedereen goed doen. Ja, inmiddels 55 miljoen streams ook. Uh, ja, dus, ze doen het super. Ze doen het super. Dus kijk wat, uh, wat het vervolg zal zijn. Uh, en dan aan de hand daarvan. Uh, kijk ik of ik nog een rolletje heb of niet. Ja. En anders uh, ben ik in de gym te vinden. Goed. Toch naar te vechten. In ja. um, het begin zei ik helemaal af kickboxen. Dus niet zonder reden. Want je. Je bent bezig met MMA, wat misschien ja. niet iedereen nog weet. Uh, Kenny had ook als kickboxer succesvol ja. uh, kampioen in drie gewichten bij, uh, bij Infusion uh, uh, geweest. Uh, ja, dus behoorlijke staat van dienst daar. Uh, waarom die move richting MMA? En, en wat kan je er meer over vertellen? Uh, zoals ik al zei, Dennis, corona uh, die brak aan. En uh, dan ga je al heel snel, heel snel vooruit denken ja. als vechter zijnde. Er zijn geen galas meer in Nederland. Uh, de organisaties zelf laat ook heel weinig van zich horen. Dus dan moet je voor jezelf gaan denken, wat is de volgende ja. stap? Um, als ik twee, drie jaar, weet, weet ik veel hoe lang corona gaat duren, uh, niks kan doen. Dan is ik kikboek klaar. Dus ik, uh, ik kwam eigenlijk uh, met een omleiding bij uh, uh, First Round Management. Dat is uh, gerenommeerd uh, management. Ja, niet deze de beste, nee, nee, zeker niet. Uh, uh, yeah. Rozenstruik zit er. Ja. Uh, Romero zit er, ja. de grootste vechters van de UFC zelf. Zit Masvidal daar niet ook? Nee. Masvidal ook, ja, zeker. Ja. ja, dat is eigenlijk hun mascotte. Hè. Ja. Die is, dat is de voortrekker van, 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 van First Round. En um, we hebben een heel goed gesprek gehad. Uh, ze hadden een, een plan met mij en ik, had een, ja, ik was het wel eens met de plan die ze hadden. Um, ze wouden me langzaam brengen. Dus ik, ik, ik zag het wel zitten, weet je. Ik moest sowieso nog de grondwerken allemaal nog even uh, leren. Dus ik was gelijk mm -hmm. aan de slag gaan met Soelibuli destijds in Rotterdam. Um, en uh, na een jaar uh, goed doorgetraind te hebben, wou ik dan uh, mijn debuut maken. Um, en dat was dan uh, 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 voor uh, UAE Warriors ja. uh, destijds. Toen overleed Bully. Dus... Die had ik dan ook meteen gecanceld. Ja, en het uh, was eventjes stil. Ja. Eventjes, uh, want je gaat niet een van de andere keer een andere trainer aanvoelen. Dat is dus niet zo makkelijk, weet je. Uh, en naast Hafid dat was dat eigenlijk uh, de, de enige trainer die ik ooit heb gehad. Dus voor mij was het moeilijk. Uh, ik had veel dingen van hem geleerd, maar nog niet genoeg. Laat ik het zo zeggen. Dus ik was er nog niet klaar voor. Um, uiteindelijk, toen hij overleed, ben ik maar uh, doorgaan trainen in het kickboksen. En uiteindelijk heb ik ook mijn passie echt, echt nog steeds uh, erin gevonden. Uh, zodoende hier en daar gesprekken gehad met organisaties. Um, maar er is nog niet echt wat uitgekomen. Uh, de bal ligt eigenlijk bij hun. Okay. Voor, mij, uh, voor mij is het een kwestie van, uh, is er iets, als er niets is, dan uh, gaan we daar maar maar in. Ja. Daar is wel eigenlijk genoeg, uh, genoeg keuze en aanbod ja. voor mij. Ja. Want die willen allemaal wel een goede kickboxer hebben die dan een MMA debuut bij ze maakt. Ja, precies. Uh, dus het is even afwachten, Dennis. Ik heb hier en daar ook gesproken met Glory. Want ik wil echt zelf echt graag nog laten zien wat ik kan in het kickboxen. Ja. En zoals ik nu zie, is een middleweight lijn heel erg dun uh, bij, uh, bij Glory. Uh, bij Infusion zie je helemaal niet meer volgens mij. Nee. Dus het is gewoon uh, ook voor de, voor de vechtfans, weet je. Ik, ik wil gewoon wat, nog wat laten zien. Voor hun is het leuk. Nog een gek hagen is erbij uh, <laughs> ja, aan het rozen toegevoegd. Maar ik heb uh, hier en daar gesprekken gehad met Robbie. Uh, de bal ligt nu bij hun, zoals ik al zei. Oké. Okay. Um, maar het is even afgegaan. De kleine breaking news hier uh, eigenlijk, uh, begrijp ik het niet? Well, is, uh, it, 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 ik heb het wel vaker, uh, vaker uh, um, laten weten hoor, dat, dat ik nog niet klaar ben in kickboksen. Maar nee. als ik zou vechten, dan is het wel echt... Dus dan zullen het alleen of glory of een, of, of een grotere organisatie zijn. Ja. Dus niet meer bij Infusion in principe. Ja, er is niet echt tegenstand, of wat dan ook nee. om, uh, om, uh, om tegen te vechten. Nee, het nee, middel weet. Je hebt natuurlijk in tussen verschillende gewichtklassen gelafeerd. Ja. Je hebt natuurlijk op 90 en op 50, ja. 90, 90 kilo gevoel. Ik, ik, ik zit al vanaf mijn 18e bij Infusion Dennis. Ja. En ik heb eigenlijk alles al gezien en meegemaakt en, en, en gedaan wat daar te, te doen viel. Voor mij is het gewoon uh, de motivatie zoeken naar iets, iets leukers en iets, iets, zeg maar nog iets uitdagenders. Ja. Dat zie ik wel bij Glory zitten. Uh, ook wat nu rondloopt in de middleweight zie ik, is voor mij heel leuk, weet je. Ja, um, ja maar als je zegt er loopt nog een andere gekke hagen, is daar ook rond hè, in die middleweight. Ja, Twee zelfs, Serkan, Michael heb je nu. Ah oh, ja, natuurlijk. ja. ja, ja. Uh, dus uh, het, is, het, is volle, het is volle... Alleen wat ik begrepen heb is dat Glory nog een beetje zit met andere vechters qua contracten. Dat ze op dit moment niks aan kunnen vullen uh, nee. met nieuwe vechters. Dus het is even afwachten hoe, hoe ze dat gaan oplossen en of ze het gaan oplossen. Ja. Is dan Glory Rifles, he, wat ze dat nu hebben, is dat dan misschien een uitkomst? Is eigenlijk een soort hybride, want ze hebben nu al een paar gehad met Infusion. Mm -hmm. Binnenkort hebben ze nog eentje. Mm -hmm. waarin uh, Infusion vechters, ook bijvoorbeeld tegen Glory vechters staan. Ja. Of weet je, dat het is ja, eigenlijk ja. Infusion op een, met een Glory tintje. Of ja. zo een beetje. Is, is dat een uitkomst voor jou dan? Om, om, een soort van die tussenstap? Nee, totaal niet. Als ik nee. echt voor iets wil gaan, wil ik de gordel, Dennis. Dus het is voor mij, ik wil geen uh, rival zijn, ik ja, wil de champ zijn, weet je. Dus het is, het is heel simpel. En Fusion Gordels heb ik al gehad. Ik wil die Glory Gordel en dan ben ik uh, in principe in de kiemkoes wel klaar. Um, ik ben nog 27. Um, ja, tijd zat nog, ja. Dat ik heb nog tijd zat. Ik, uh, als ik in principe nu al begin met MMA, dan ben ik voor mijn dertigste, heb ik al uh, heel wat partijen rond. Uh, Geknokt. Alleen ben ik nog echt nog niet klaar in de kickbox. Nee. Hoe lang geef je jezelf ervoor? Uh, heb je een tijdspanne in je gedachten? Um, de tijd geven voor iets is in het kickbox Nou ja, bijvoorbeeld dat je, dat je denkt van nou, ik wil vol mijn dertigste of mijn 29 wil ik dit en dat nog bereiken in de kickbox en dan wil ik de overstap maken. Of ja, ik wil nog te lang duurt ga ik nu al net maar. Ja, dat, dat hangt een beetje af van als er nu iets komt, uh, wat is pla van plan zijn met me? Uh, en hoe lang het gaat duren voordat ik uh, voor, de, voor, voor een titel uh, kan uh, knokken. Maar 30ste ben, ben ik zeker wel met MMA bezig. Ja, dan zie ik me wel zelf uh, al uh, spralen en uh, submissions maken. Ja, ja. 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 Ik ben, ja. Hoe is het voor jou nu om op de grond te rennen? Als je zo lang al. Kickboksen traint is natuurlijk, nou ja, dan op een gegeven moment dan is het net een soort tweede natuur, weet je, anders hetzelfde als je dan tanden poetsen. Je moet op zijn bek slaan, maar ja. uh, worstelen en en et cetera, is een heel ander spelletje. Dat is rechts natuurlijk. Door het kickboksen worden punten in mindering gebracht als ja. je naar de grond gehaald ja. wordt. En nou moet je moet je Moetje. juist naar de grond ja. mee en en, en meeklokken ja. uh, op de grond. Dus dat is heel erg uh, wennen. Uh, ook voor je hersens. Ja. Dus even die draai maken. Weet je? Dat ze even doorhebben dat, dat het wel je mag. Die hele mindset om te draaien. Ja. Ja. Uh, ook ook het, het, het staan, het strijken is heel anders. Bij het kickbox iets meer in- en uit bewegen. Als je dat al bij MMA mama doet, lig je voor je het weet op de grond. Ja. Op het moment dat je omhoog, uh, omhoog springt met beide voetjes, hebben ze je al bij de knieën vast en lig je op de grond. Dus uh, dan moet je ook iets meer zakken door je benen, iets steviger staan op je benen. Mm -hmm. uh, je kan ook niet combineren als het kickboxen. Dus je kan niet uh, wat je in je hoofd hebt, 1, 2, 3 leverhoek uh, recht rijken. Nee, nee, Dat nee. gaat niet. Het is echt één keer strijken, goed strijken. Uh, kijken waar je stoot en dan die trappen erbij. Ja. Um, dus het is, het is iets meer kijken, iets meer geduld. Um, um, iets minder uh, explosief. Uh, dus het is wel heel veel nadenken. Het is, het is heel veel. Nadenken. Het is meer schaken eigenlijk het MMA. Hmm, ja. Het moment dat je naar de grond komt, dan, dan kan je ook niet agressief zijn. Dan ja. moet je gewoon rustig blijven en, en nadenken blijven. precies ja. nadenken hoe je eruit komt of hoe je het gaat overnemen. Uh, en als je gewoon, als kickboksen zijn heel agressief bent, dan komt het in kickboksen wel goed uit. dan ja. kun je helemaal naar voren gaan en, en, en beuken. Maar in het MMA, dan, dan straf je je ze zo op af. Want dan lig je, als, voor je het weet, in een, in een klem, dan kom je er ook niet meer uit. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, het, het grote verschil. De variatie is meer. Dus de kans uh, uh, dat, je, dat je verliest is ook veel groter. Ja, ja. Hoe ho is dat voor jou? Want iedereen die jou wel eens een wedstrijdje heeft zien kickboksen. Weet dat het temperament bij jou soms wel eens een klein beetje de overhand kan nemen. Ja. Uh, uh, en, en juist op die grond en in dat situatie moet je dan juist heel erg de rust bewaren en strategisch blijven. Hoe ho is dat? Um... Ja, nu, nu het, moet je heel eerlijk zeggen, het, het, het maakt je wel rustiger, hoor, het MMA. Ja. Het kickbox is heel erg uh, continu op de pads, continu gaan. En, en als je moe bent, nog een keer gaan en weer gaan. Maar het MMA houdt je iets rustiger. Want ja. uh, als je moe bent, kun je gewoon ervoor kiezen om naar de grond te gaan. En dan kun je even op hem liggen. Ja. Kun je in principe even uitrusten, goed uitrusten, op adem komen, nadenken, even weer precies. denken over wat je gaat doen. Groeperen. Ja. Precies. En het kickbox dat niet omdat je zo snel moet nadenken. Uh, raak je zo oververhit, ook voor je brein, ja. dat je gewoon het niet meer kan tegenhouden. Nee. En, uh, <laughs> ja, dan ga je soms te ver, weet je. Ja. Um, dus uh, discipline in het MMA is wel oh, rustig krijgen van je hartslag en alles. Dat is wel een stuk, stuk meer als bij het kickboxen. Ja. Doe je nog iets naast het MMA? Om dat te proberen te bewerkstelligen, bepaalde training of je of mentale oefeningen of wat dan ook. Ik probeer eigenlijk uh, nu vooral met een trainingsmasker ook te hard lopen in de duinen en dan goed in te vallen met de trapjes. Hmm. Dat ik gewoon uh, bijna geen adem krijg, maar wel rustig blijf. En een heel snel mijn hartslag weer naar beneden krijg. En dat. Ja, dat stimuleert eigenlijk een beetje uh, hetzelfde. als Alsof als je in een klem zit ja. en daar even niet uitkomt, dan gaat de happen naar lucht. Heel veel ja. mensen schieten dan in, in, in paniek. Dat beïnvloedt je ja. denkvermogen. Ja. Ja. En dan ga je, je, je gekke vermogen. dingen doen, en dan ga je wurmen, eruit probeert te wurmen. Ja. En zo krijg je minder en minder lucht. Uh, en dan is het alsnog uh, gedaan. Maar als je juist in een klem rustig blijft en je hartslag rustig krijgt, dan zal je ja. zien dat je op lange termijn in de klem gewoon veel langer kan volhouden ja. als wanneer je heel druk gaat doen. En met heel veel kracht pro probeer eruit te komen. Um, dus dat probeer ik wel mezelf aan te leren om, om vooral in moeilijke situaties rustig te blijven. Ja. Ja. Ja, dat, is, dat is het moeilijkste, denk ik wel hoor. Ja. Ja. Weet je, ik ben ook nogal wel, uh, wel een driftkop af en toe. Uh, ja. Ik heb op een gegeven moment gaan golven. Ja. En golven, kijk, ik ben iemand als iets me niet lukt, dan ga ja. ik, ik aanspannen en dan word ik agressief ervan. En dat is, maar golfen, nou juist niet wat je moet doen, want hoe gespanner je wordt en hoe agressief je wordt, hoe slechter ja. je gaat spelen. En um, ik vond golfen, ik, ik heb het nu al aan het pauze niet echt meer gedaan, maar waarom ik dat op een gegeven moment wel mooi vond, omdat ik eigenlijk continu tegen mezelf aan het vechten was. Om je, jezelf rustig te ja. dwingen rustig te blijven, beheerst te blijven, want het moment dat je. Agressief wordt, dan verlies je juist. Dan ga je ja. juist fouten maken. Ja. En, uh, dit ook wel een beetje uh, door te vertalen is namelijk met man natuurlijk, ja. waar je ook dat soort situaties ja, ja. je kop erbij moet houden. Ja. Je zag het laatst op UFC Parijs met Buckley tegen die I Ima -Volf. Ima -Volf, ja. ja, Die werd op een gegeven moment ook zo gefrustreerd van die Buckley omdat hij alle kanten op bewoog. Ja. Dat hij gewoon heel dom vocht eigenlijk. Ja. En een paar keer goed op Buckley's uh, stoot Stootliep. aanliep in de laatste ja, ronde. Te veel met het hart volgde. Dus ook fout ga je uiteindelijk wel maken als je als je, als je, als je temperament verliest. Ja, maar ja. 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 Ga maar eens aanstaan als je daar staat. met 18.000 uh, schreeuwende Fransen die uh, bij elke stoot of ja. klap of uh, beweging. Ja. Hey, ja. Ja, ik, voor mijn gevoel, als ik thuis vocht in Den Haag, mm. vocht ik altijd wel wat netter als erbuiten. buiten. Ja. Ja? Ik, vond juist, uh, ik had dan het gevoel van, ik wil wat laten zien aan, aan de mensen die voor me zijn gekomen. Als een ja. zaal vol was en mijn naam ging schreeuwen, dan was het een soort van ja. sparring voor mij, maar dan mooie dingetjes laten zien. En, ik vond het wel leuk altijd. Sommigen die kunnen dan niet mee omgaan met de druk, um, ja, die, die, die klappen dan helemaal in. Uh, maar ik, niet, ik, heb, ik heb niks verloren in Den Haag, van de acht, negen stuks. Nee. Ik, heb, uh, ik ben echt een thuisvechter altijd geweest. Ja, ja. je hebt altijd veel publiek bij je. Uh, ja, ja, heel Den Haag kwam altijd. Uh... Vroeger had je natuurlijk VIP-tafels. En dan ging je gewoon als uh, jonge vechter, 20, 21 jaar, ging je gewoon elke koffiehuis af om een uh, tafeltje aan te smeren, weet je. <laughs> aan die gastjes die geld hebben, ja. En dan uh, pak je de 10% per stage op. Maar ja, voor die leeftijd is dat veel. Uh, en dan ga je ook voor kaartjes gaan rennen. Het is echt een kleine hostelaar, zeg maar. Uh, tussen, tussen de grote jongens in uh, kaartjes proberen te verkopen. Ja, dat was leuk. Kon, kon je veel geld aan verdienen. Vooral als je thuis vocht Weet je, soms kocht ik 100 kaarten. Weet je, dan ja. uh, dat tikt dat wel aan. Doen je meer met de kaarten dan met je geld? Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja, als je een stuk of twaalf uh, van die tafels wegdeed Ze kostte 2.000, 3.000 euro de stuk. Dat is toch 200, 300 euro per tafel. Ja, ja en uh, met kaarten nog erbij uh, zat je toch wel goed. Ja. Ja, dat is helaas nu allemaal weggevallen, een beetje. Ja. Ik dat, ja. Hoe was jij dan als je dan in een keer zo'n slootgeld in de handen? Word je naar de eerste beste Gucci-winkel om een nieuwe outfit te halen? Of was je nee, er nee, nee mee? Nee, 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 ik was wel uh, heel erg uh, jong-volwassen van mezelf. Ik denk dat het een beetje van mijn broer heb. Dat was om mijn twintigste, 21 en een strenge opvoeding. Ja, ik was al ja, ja. Ik was zelfstandig gaan wonen op mijn twintigste eenentwintigste. Um, dus uh, f, ja, voor mij, ik, ik, ik vocht eigenlijk. Um, ik was gewoon een broodvechter. Ik vroeg ja. eigenlijk om een huur te betalen, om dingen te kopen een autootje ja, ja. te kopen hier en daar. En uh, je bent jong, dus dan ga je het ook uitgeven. Omdat je denkt: van het komt toch wel weer, weet je. Het houdt nooit op. <laughs> het houdt ja. nooit op. Uh, maar naarmate de jaren ga je wel uh, verstandig nadenken. Ja. En, uh, en uh, dan ga je nadenken van: uh, vooral toen ik nog een keer het contract ging verlengen bij Infusion. Na de eerste vijf jaar, wel Edwin door met mij, was ik 2021. Toen kreeg ik wel echt een. Uh, een zak geld waarvan je u tegen zegt voor een wedstrijdje op mijn leeftijd Dan zou de vechters van vandaag nooit krijgen weet je en toen begon ik wel ook door Alfie die zei van uh, kijk nou doe, nu heb ik dit voor je geregeld bestandig. weet je nieuw contractje dat is heel leuk en aardig zoveel geld in een keer ja. per wedstrijd maar doe er ja. iets goeds mee dus uh, vanaf toen dan, dan ga je wel echt beseffen van uh, hey het is geld maar het is wel echt uh, waarvoor je geknokt daar weet je Dus deze zijn nog mee ja, ja. Ja. Uh, zo eigenlijk ja. en uh, ja destijds was gewoon gewoon veel geld te verdienen dus ja. ja, is, is ook moeilijk een... man ik bedoel is voor iedereen maar als je in één keer een hele zak geld in je ik begrijp ook wel hoe voetballers ontsporen weet je wel want als je jong bent je krijgt in één keer een miljoen op bankrekening. Ja. ja probeer maar eens daar rustig mee om te ja. gaan toch probeer maar eens gewoon niet alles uit te geven aan bling-bling en dure ja. kleding en en, en en weet ik veel wat allemaal toch ja, ik denk dat het meer ook onze, onze achtergrond is. Ja. Weet je, we komen van, 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 van niks. Uh, uit de achterstandswijk uh, komen we en dan, 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 dan zie je dat je geld kan verdienen met iets waar je goed in bent. Ja. ja dan, dan wil je ook laten zien dat je het geld hebt. Dat is gewoon nou eenmaal wat in ons bloed zit. Eenmaal, weet je. Dat is, dat is, dat is nou eenmaal zo. Als je ja. van ver komt. En je gaat op een gegeven moment geld verdienen, ja, dan ga je ook uh, geld uitgeven. En dan zien mensen wel ook dat, ja. dat je aan het verdienen bent. Maar we zijn helaas geen voetballers dat je miljoenen uh, per wedstrijd krijgt. Net. We waren gewoon een aantal duizenden euro's per wedstrijd. Nog steeds een heel mooi bedrag. Uh, destijds voor mijn leeftijd, zoals ik al zei, ik kon er leuke dingen mee doen. Uh, maar als ik nu hoor wat vechters dag van vandaag verdienen, dan ja. uh, zou ik me wel zorgen maken. Ja. Ja. Wat is het, dat is het gekste waar je veel geld aan hebt gegeven, waarvan je achteraf dacht van, nou, dat was niet nodig? Mooie auto. Ja. Ja, en, net, net je rijbewijs, je kent het hè, dan denk je van uh, ik even een mooie autootje kopen met geld dat ik heb verdiend. En uiteindelijk kon je erachter dat alleen maar meer geld kost. Ja. ja. Wat heb je voor auto gekocht? Een Alfa Romeo 147. Uh, uh, ja, hartstikke leuk. Ik, uh, ik had wel smaak. Ik had wel smaak. Ja, denk, ja, uh, zeker. Ja. Uh, ja. Dus uh, waarom open dakkie. Uh, 2021. Ja, dat is wel oké. Okay, wel ja. een blitse bak dan uh, voor je 21. Ja. ja. Dat, was, dat was een mooie autootje man. En, uh, ja, zoveel aangesleuteld, zoveel geld ingestoken. Dat was de eerste grote fout in mijn leven, zeg maar, die ik gemaakt had. Maar ook wel gelijk van geleerd. Daarna geen ene cent meer in een gekochte auto ingestoken. Nee? Nee. nee, nee maar gesleuteld, uh, velgjes eronder en dat soort dingen. Allemaal gedaan. Nou, installatie Allemaal gedaan. erin. Als ik kon terug, uh, terugdraaien, had ik het gedaan, Dennis. Ja, echt. Zo zonde. Ja, leermoment. Ja. Mooi, 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 mooi. Uh, ik wil naar het volgende onderdeel even. We gaan zal ik nog verder praten van alles. Ik wil nog veel meer van je yeah. weten, maar we gaan naar de tijdmachine. Wat we gonna do right here is go back, way back, back. I'll be back. De tijdmachine is het onderdeel waarin jij terug in de tijd kan gaan en uh, naar een moment. Wat je nog een keer opnieuw wil doen. En het kan een moment zijn, zoals inderdaad een domme uitgave, zoals die auto. Maar het kan ook een moment zijn, denk ik, nou, dat was echt geweldige chaos of overwinning. Dat wil ik nog een keer voelen, die euforie. Uh, de beslissing is aan jou. Dus ik zou zeggen, stap in. En waar neem je ons mee naartoe? Ik denk, mijn eerste dan is. Ja? ja? Wanneer was dat? Oh, uh, dat was uh, 2017, februari. En dan, toen kwam ik van een winstpartij van Andrew Tate af. Mm -hmm. uh, daar, die volgde ik dan in december 2016. En toen had ik twee, uh, twee gordels als eerste vechter, mannelijke vechter. En uh, mijn volgende partij zou tegen Mark de Bonte zijn. Uh, rest in peace. Ja, zeker. Uh, voor mij was dat een tegenstander waarvan ik dacht. Wauw, weet je. Na ja. Andrew Tate, nu Mark de Bont, de Glory vechten. Dus voor mijn leeftijd helemaal top. Ja. Nu kan ik mezelf laten zien en misschien wel glory uh, dadelijk of uh, wat dan ook. Uh, echt een maand voor, voor het evenement. Uh, ik weet nog dat het uh, Ring Fight Promotions was in Eindhoven. Ook aan Fusion. Ja. Een uh, maand voor, voor, uh, voor uh, de partij uh, kreeg ik te horen dat hij was uh, vermist en overleden. En... Uh, ja, het is ja. een schok natuurlijk in de vechtsportwereld. Hij ja. was uiteindelijk nog zo jong en, uh, en had ook echt een plan om nog tegen mij te vechten. Dus het was niet dat die een of andere manier was verdwenen. Nee, en, nee, en, nee, het nee. was gewoon heel raar. En ja, heel de dag van vandaag weet je nog steeds niet wat uh, er nee. gebeurd is. Op een gegeven moment is nee. dood in zijn auto in een sloot gevonden. En... Heel ja, raar, ja. Het was uh, vrij heftig. En dan, uh, dan kreeg ik de keuze of je gaat vechten tegen iemand anders of je vecht niet. Ja. Uh, Half iets al tegen mij niet doen. Nee. Zou, doe het nou niet. Neem je tijd, neem je rust. Je hebt net gevochten weet je, tegen Ging uh, Geniet nog eventjes van die... Uh, en dan pakken we wel net iets voor de zomer, pakken we wel wat anders. Ik ben nog jong. Mm -hmm. Maar ja, zoals ik al zei. ga je natuurlijk aan de centjes denken. Die denk, en Ik was destijds was ik zo gretig. Ik e e en, en denk dat je onafwinnelijk bent. En, precies. Ik was zo gretig. Ik stond op 45-0. Ik denk van uh, ja, laat een invalletje maar komen, weet je. Want dat is dan... Dit denken wij die je dan als jong jong hebt. Uh, en toen uh, kwamen ze met Ulrike uh, Bouquet mee, ja. een naam die destijds nog helemaal uh, niks was. Uh, ik, ik heb hem gegoogeld, vond ik één of twee video's. Uh, ja. Weet je, ik denk van, uh, het is, uh, het is kracht, uh, uiteindelijk ik hoorde ik wel in de loop van de voorbereiding daarna toe, hoorde ik wel van hey, deze jongens wel echt uh, ook onverslagen en uh, 26 partijen. En, uh, het dus niet, niet is wel echt een talent, weet mm -hmm. je. Ze hebben hem wel uh, niet uit de kroeg gehaald of zo, weet nee, je. Nee, nee, nee. Dus uh, maar ik dacht van, ja, ik, ik, ik zelf ken hem niet, dus het zal wel goed zijn. En uh, ja, toen gewoon geknokt. Wel een goede voorbereiding gehad, dat wel. Uh, eerste ronde ging gewoon goed. Ik had totaal geen spanning. Dat vond ik ook zo vreemd. Ik ja. liep naar de ring zonder enige zenuwen, nee, enige ja. niks. Alsof, alsof ik aan het sparren was, als het ware. Uh, dat was echt de eerste keer dat ik geen zenuwen voelde dacht ik al van: Dit klopt niet. Weet je, het is uh, misschien. Nu neem ik het iets te licht, allemaal. Nou, de eerste ronde begon goed. Uh, ik zette me onder druk. En in één keer, uh, einde, de laatste tien seconden van de eerste ronde, kreeg ik de linkhoek. Poem, vanuit het niets. En in één keer zwart. En ik doe mijn ogen open en ik zie de scheids boven met dit doen. En, uh, en heel hele zaal uh, die, die in shock. Niemand die had dat verwacht, natuurlijk. Uh, gelukkig was het niet voor de gordel, maar, uh, maar ik moet je zeggen, het verzachtte de pijn niet hoor. Nee. Dat was, uh, het was vrij pittig, ja. ook omdat je in één keer thuis komt en uh, dan ga je natuurlijk even op Facebook en Instagram, dan zie je al die ja. berichten van hey, staat je eindelijk verloren en sommige, en dan uh, zulke berichten. Ja, maar vooral dat ook, als het wat... je eerste verlies is, um, weet je niet hoe je dan mee om moet gaan. En ik, ik weet niet hoe, wat voor een effect dat had het op jou. Ik kan me, voor sommige vechters die tillen heel zwaar en gaan echt... Heel diep, je gaat echt in een zwart gat. Het moet je zeggen Dennis, ik heb echt uh, twee, drie dagen thuis gezeten echt en ook niet naar buiten geweest, weet je. Dat ik echt van, uh, even voor mezelf moest, ja. uh, moest realiseren wat er allemaal is gebeurd uh, van het weekend. En uh, ja, ik kreeg wel berichten van uh, het gaat goed komen en uh, het komt goed en dit en dat. Maar op een gegeven moment had ik mijn telefoon ook uitgegooid joh, en uh, naast me neergelegd. Ik was het ook helemaal zat. Dus je raakt wel een kleine depressie uh, ja. terecht. Uh, het is de kunst om, om uh, van die emoties juist weer kracht te maken. En uh, dat had ik toen wel gedaan, want ik ging gelijk naar Javi toe. Ik zeg, hey luister, uh, uh, ik ga weer beginnen met trainen. Na de vierde of vijfde dag was het of zo. Hij zegt, nah, neem je nog even rust, ook voor mm -hmm. je hoofd, weet je, is niet goed. Ik zeg, nee, ik ga beginnen met trainen. En in uh, en wil, april wil ik tegen verlinden. want die liep ook even aan de deur te kloppen. Dat was nog ook een heel verhaal van de eerste partij dat ik tegen hem vocht in België. Dat was teruggedraaid en dit en dat. Dus die wou weer tegen me knokken, maar dan voor mijn, voor mijn gordel. En fusion dat heel erg te drukken van die partij nemen, die partij nemen. Want ze voelen natuurlijk ja. de, de, de kampioens aan het wankelen. Ja. Uh, dan, 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 ja, dan komen alle aasgieren eigenlijk erop af. En, uh, dus had ik het maar aangenomen en ik zei even tegenaf iets van april Fijsen en Fusion. Ik wil vechten thuis, stad, draag. Want ik weet, die publiek die gaat me weer die energie geven, die kracht. Uh, ik weet bijvoorbeeld al, als ik thuis vecht, een of voor, stand, voor, sta ik al één of voor. Uh, dus zodoende doende eigenlijk heb ik het zelf verwerkt door in de gym gelijk te duiken. En alles eruit, kwam eruit. Uh, ik begon meer harder te trainen. Uh, hardlopen deed ik meer in één keer. Uh, dus het gaf me wel echt het is een wake-up call Precies, geweest, omdat ja. je bokeh me eigenlijk een beetje onderschat ja, had. Ja, ja, toen heb ik mezelf echt afgezworen om niks meer uh, met een half uh, maat te nemen. En echt iedereen serieus uh, te accepteren als vechter. En ook net zo hard voor te trainen, weet je. Want ik heb mezelf toen voor het eerst betrapt dat ik een beetje makkelijk overdacht. Ja. Dat heb ik nog nooit gehad. Dus dat zou wel iets zijn dat ik terug zou draaien, zeker. Ja. Ja. Ja, daarna heb ik het wel goed gemaakt door het van Vlinder te winnen, ook ja. uh, mijn gordel verdedigd. Maar uh, hoe is daarna? het? Want ik, um, sorry, want zo'n eerste partij, na je eerste vliespartij ja. kan heel zwaar zijn. Ja. Want je gaat eerst zelf twijfelen. Ja. Dat ben ik wel zo goed als ik eerst dacht dat ik was. Ja. Uh, weet je, het is altijd maar afwachten hoe dan die eerste volgende wedstrijd ja. weer gaat. Hoe was dat voor jou? Een moment dat mijn, uh, dat mijn uh, uh, omdat ik uit was gaan, krijg je natuurlijk uh, dat je niet mag vechten ja. voor twee of drie maanden. Ja. Startverbod. En, uh, en Fusion Fight Sense was vijf dagen na het startverbod. Dus uh, ik dacht van, ik ga het gewoon met beide handen uh, gewoon doen, weet je. Ja. Ik, 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 ik heb een maling aan. Uh, het is nu of nooit dat mensen die, die kijken al zo van, hij heeft verloren. Is hij nog wel de kampioen? Want de gordel had ik nog. En dan krijg je zulke dingen. En als je dan te lang wacht, dan gaan mensen alleen maar denken van, hey, hij heeft een trauma in zichzelf. Het gaat alleen maar moeilijker en zwaarder worden, weet je. Maar ik had zoiets van, het kan gebeuren. Het is, het is een wedstrijd, het is een sport. Het kan beide kanten op gaan. Dit keer is de munt niet jouw kant opgevallen. En dan moet je gewoon alles weer recht trekken. Ja. En dat had, 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 had ik uiteindelijk gedaan ook met Verlinde. Um, ja, zodoende was ik weer een beetje teruggekomen, inderdaad. Ja. Dus een, uh, toen uh, liep het weer allemaal een beetje. Had je last van twijfels voor die wedstrijd? Had je die onzekerheden in je, in je systeem? Dat dan weer niet. Ja. Nee, tegen Verlinden wist ik gewoon. Wat er ook gebeurt, ja. ik ga niet weer knockout als wat de laatste is gebeurd. N -n niet exact. meer, nooit meer. Ja. Hey, ik ben dan sinds toen, toen, toen heb ik uh, Verlinde op punten gewonnen. Heel slim gevochten, zonder agressie, zonder uh, te echt te willen laten zien dat ik uh, dat ik er nog ben. Ja. Het was gewoon heel rustig. Zelfs Verlinden, zelfs Vlinde, die stond versteld van. Hoe, hoe, hoe dan? Je bent ben twee maanden geleden nog koud gegaan, maar je ja. vecht nu heel rustig, heel slim, heel gedegideerd, zeg maar. Heel bekeken. En ik tikte gewoon elke ronde helemaal eruit. Zonder echt uh, ag agressief te vechten of druk te zetten. Het was gewoon uh, links-rechts ik opzij bewegen, front-type. Uh, uh, um, dus hij wist gewoon geen raad. En hij had zich voorbereid op de Beast natuurlijk. Uh, iemand die constant uh, naar voren gaat, dat is de eerste wedstrijd uh, tegen uh, elkaar. En dat was totaal niet zo en dat heeft ja. hem verrast, maar dat was mede door Hafid. Die had een hele slimme gameplan. Die, die, die uh, had ons echt voor vijf rondes conditioneel heel sterk getraind. Mm -hmm. Zodat ik ook vijf rondes lang kon werken met vlinden. We wisten dat hij gewoon een aantal jaar ouder was als ik. Dus we moesten gewoon op een andere manier aanpakken. Um, en dat hadden we ook wel gedaan met succes. Ja. ja. Mooi, Philip van is overigens wel een van de aardigste mensen die je Topper. tegenkomt in het wereldje. Ja. Ja, hij was in het trainskamp van Toei Vassa, hij was, ja. hij was uh, daar ook in Parijs ja. afgelopen zaterdag. Maar ik vond even, wat je net vertelde over die spanning, hè? dat je voor die wedstrijd gebokeen, maar dat je die spanning niet voelde, waar je die anders wel voelt. Wat is dat voor spanning? Kun je dat onder woorden brengen? Dat vind ik altijd interessant. Het is denk ik een spanning zo van, ik heb het wel even snel gedaan. Ik denk dat dat het was. Dat je dan, uh, want in de kleedkamer had ik geen spanning. Ik, 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 ik kende de tegenstander ook niet. Dus ik denk dat het ook een beetje daarmee te maken had. Nee, dat nee je... maar ik bedoel, normaal gesproken, de spanning mm -hmm. die je normaal voelt, wat ja. is dit, dat voor spanning? Want die, die, voor iedereen is het anders. Hè? Dat, dat stukje Adrenalina, dus bij sommigen begint het al drie weken van tevoren. Sommigen begint het vijf minuten van tevoren. Wat, wat is die spanning en wanneer komt het bij jou op? Normaal gesproken, ja? Ik denk toch wel drie, vier dagen van tevoren. Dat je een goede, gezonde spanning voelt uh, in de loop naar de weging. Ik denk dat meer ook de spanning opbouwt van... Haal ik het, haal ik het gewicht wel? Yeah. Dat is ook altijd de, de eerste wedstrijd die je moet knokken. Um, dus dan begint de spanning wel een beetje te stijgen. Je mm. moet dan nog een, meestal moet ik dan nog een kilo of twee, drie uh, voor, de, voor de wegingsdag. Uh, ik ben dan meer daarmee bezig dan de wedstrijd zelf eigenlijk. Pas na de weging, dan ga je even eten, drinken, ga je zitten en dan ga je... Realiseren van de morgen is de dag en wat gaan we morgen doen. Ga je het eventjes allemaal visualiseren en er komt wel een beetje spanning van ja. het, 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 het is morgen zover. Ja. Maar het is gezonde spanning. Het is nooit echt spanning dat ik dacht van uh, ik ga verliezen of uh, nee. ik, ik, ik ga niet redden vandaag. Dat ja. heb ik nooit gehad. Ook niet dat je denkt van ben ik aan begonnen kan ik er nog onderuit. Nee, nee? nee. nog nooit. Uh, is, uh, ook met elke tegenstander heb ik heb nog nooit afgewezen een tegenstander. Elke tegenstander heb ik ja gezegd. Voor mij, de tegenstander zelf maakt in principe niet uit. Het is meer de prestatie, die, hoe ik hem lever, dat, dat het druk op mij zet, ja. denk ik. Dat, dat, dat voor mij heel belangrijk is van hoe ga ik vechten en uh, laat ik wel zien wat ik kan. Ja. Ja. Heb, heb je ook bepaalde maniertjes of rituelen of wat dan ook om die spanning te kanaliseren, om het in goede banen te leiden? Dat um, is heel lastig. Echt heel lastig. Kijk, je, 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 kan, uh, je kan je hartslag wel in bedwang houden, ja. maar je, je, je stressgevoel niet. Laat ik het zo zeggen. Of je, 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 je spanning ook niet. Als stress is het er. Het is heel moeilijk weg te krijgen. Dus dat, dat tinteling in de buik, is dat, mm. is dat de, de klamhandjes, is de, is de vele malen nadenken over hoe de partij zal gaan. Dat alles bij elkaar is de spanning. Uh, en dat hoort gewoon bij het vecht. En als je dat niet hebt, dan... Dan ben je ook niet scherp, vind ik. Want dan heb je niet genoeg nagedacht van hoe... Dan ben je niet constant bij de wedstrijd geweest met je hoofd. Nee. Dat had ik een beetje met bokehming. Ja. Pas op de dag zelf, uh, toen ik echt in de zaal stond... en toen ik op de catwalk naar de ring toe liep... toen dacht ik van, oh, ik moet gaan knokken. Ja. En dat is niet dus... hoe ik het gewend was. Nee. Ik had al een paar dagen van het al van... Uh, dit is wat we gaan doen, dit is hoe het zal lopen. Nee. Dus ja, zo zie je maar. Het moment van niet scherp zijn kan niet kan fataal zijn, zeker. Een goed leermoment uh, geweest is voor je. Ja, het was een uh, hele goede leermoment. Daarna uh, twee wedstrijden gewonnen. Uh, dus het was voor mij een, 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 ja, wel even een, een momentje. En ook uh, na de wedstrijd tegen mij, toen werd mij natuurlijk ook in één keer bekend. Kreeg ja. hij ook een contractje bij Glory ook nog. Uh, dus hij is ook van, vanuit niets eigenlijk in één keer bam, ja. naar boven geschoten. En ik weet niet of hij daar nog zit. Ja, hij heeft dat vorig jaar volgens mij nog wel een keer gevochten, maar ja. Ja, ja. ja voor, mij, voor mij mogen ze een rematch tegen hem daar zetten hoor, Glory. Het Dus Robbie, als je kijkt, bellen. Bij deze, we horen het hier eerst. Ik wil even naar het volgende onderdeel en dat is uh, Mount Fightmore. Uh, maar Fightmore is uh, ja, een beetje onze Mount Rushmore van het, uh, van het vechten. Je ziet hier het plaatje al. En deze is ooit door mij, en maluso in het leven geroepen. Met onze eigenlijk inspiratiebronnen. Waarom wij doorgegaan zijn in het vechten op onze eigen manier. Uh, en uh, eventjes voor de mensen die het nog niet weten. Raman Deggers, Bas Rutte, John Bloeming en uh, Bruce Lee. Wie anders? En de vraag aan jou is, en het hoeft niet even deze feed te zijn. Maar wie is voor jou eigenlijk... Uh, ja, jouw grootste inspiratiebron om te doen wat je nu doet en wie zou dat wat jou betreft aan maand moeten? Uh, qua vechten is mijn broer. Ik uh, denk dat dat echt een... een uh, eigenlijk een bouwsteen is geweest in mijn carrière, weet ja. je. Die de onderste steen heeft gelegd en dat ik verder ben gaan bouwen erop. Um, en buiten het vechten om, denk ik toch wel mijn vader. Ja? Ja. En dat is uh, omdat ik hem al, uh, ja, hij komen van een gezin van vijf kinderen. En op het moment dat hij al in Nederland kwam als, als gastarbeider, uh, is hij gelijk meteen getrouwd met mijn moeder, is hij gelijk een gezin begonnen. En met twee, drie banen per dag uh, is, is hij gewoon rondgekomen, en vijf kinderen. Dat constant dag in dag uit, weet je, tot zijn 55, 60ste. En dat maakt hem wel een winnaar in het leven, vind ik. Ja. ja, zeker. En niet alleen mijn vader hoor. Ik denk dat er heel veel andere vaders zijn die... Uh, die uh, ik vind dat, dat de vaders uh, wat meer erkenning mogen krijgen. Ja. ja. Voor alle werk. Je ziet het niet meteen met, met het kind of wat dan ook. Weet je. Het is meestal uh, de vader die gaat uit huis. Die werkt heel hard. Die komt in de avond laat pas terug om even mee te eten. En dan gaat hij weer naar bed. Uh, tegenwoordig is het gelukkig iets anders. Ze hebben iets meer tijd met je kind en uh, kan, je, ja. kan je lekker naar buiten en leuke dingen doen. Maar ja. vroeger was het gewoon anders, weet je. Dan, dan was het gewoon keihard werken voor vijf kinderen. Brood op tafel en, uh, en uh, dat was eigenlijk het doel elke dag. Ja. Um, dus op het moment dat ik hem dan zag thuiskomen, helemaal kapot en uh, van tomaten plukken en uh, toch nog wel gewoon de liefde gaf aan zijn kinderen die ze horen te krijgen. En met mij ook naar elke training meeging ook. Weet je, die, die, die vond het ook leuk dat ik het deed en die wou het beste voor me. Uh, dat, is, dat, is, dat kun je niet, niet uitbetalen aan ze. Uh, met elke wedstrijd is hij ook meegeweest, uh, die heeft van, uh, van, uh, van de wereldtitels die ik gewonnen heb Naar de die ik gekregen heb, heeft hij alles meegemaakt. Ja, dat, dat is toch wel iets moois, weet je. Mooi, ik zie ja. je ook helemaal stralen als je over je vader praat. Ja. Ik vind het heel mooi hoe je over hem praat. En ja. um, je bent ook zelf vader geworden nu. Ja. ja. In, in hoeverre spiegel je jezelf aan je vader? Of aan wat voor vader je wil zijn met de ervaring die je hebt met je eigen vader? Um, ik hoop wel. Kijk, ik. ik onze vaders waren heel erg druk bezig met werken. Ze waren gastarbeiders, dus ze moesten wel constant werken. Mm -hmm. Als ze dat niet deden, ja, dan was je geen werk meer in principe. Dus ze waren constant aan het werk. Uh, nu ligt dat wel heel anders. Weet je? Um, je bent flexibel, uh, je hebt iets meer tijd met je kids. Dus je hebt ook wat meer tijd om te knuffelen. Om naar buiten te gaan, om uh, leuke dingen te doen. Dat was gewoon destijds anders. Hij heeft niet voluit de liefde kunnen geven, zeg maar, die wij kunnen geven aan onze kinderen. Ja. Maar hij is wel altijd geweest. Ja. Dus dat is. Uh, dat is dat is de liefde op zijn manier, zeg maar. Ja, dus uh, ik hoop natuurlijk uh, hetzelfde te kunnen doen. Gewoon keihard werken voor mijn kinderen. Uh, het mooiste geven wat, wat ik ze kan geven. En, en uh, ja, t, t, ze trots maken op hun vader. Ja. Dat is eigenlijk uh, dat zijn de mooiere doelen in het leven, laat ik ja. het zo zeggen. Het echt, voor mij is dat veel meer waarde dan een wereldtiteltje, wereldtiteltje winnen. Mooi zeg. Ja. Mooi, mooi hoe dat verwoordt. Ja. Ja, ik weet van, van mijn eigen vader, mijn vader stond vroeg in de kroeg. Hij was kroegeigenaar en um, was daar ook altijd veel weg en ja. aan het werk. En ik was vroeger best wel een teringhond ja. toen ik opgroeide. Dus ik heb mijn moeder echt wel moeilijke tijden gegeven. En daardoor kwam de opvoeding natuurlijk ook veel ja. op haar neer, ja. omdat mijn vader vaak weg was. Maar ik weet wel, en dat, weet je, dat heb ik ook altijd meegenomen toen ik ook zelf vader werd. Um, als ik op zaterdag of later op zondag moest voetballen, wat ik toen de tijd deed. Uh, en het maakt niet uit of om vier uur, een vijf uur, een zes uur, s morgens van thuis komen van zijn werk. Weet je, hij was het altijd. En ja. Soort, weet je, en, nou ja, dat zijn wel dingen die je meeneemt en, en leert waarderen. Zeker. Um, ik ben wel benieuwd. Weet je, als je met vechters die voor de eerste keer vader worden, gaat het vaak twee kanten op. Of uh, de scherpe randjes gaan er een beetje van af. En omdat ze een beetje focus verliezen. en wat zachter worden, wat doet ja. wat met je. En je hebt vechters die juist twee keer zo hard vechten omdat ze. Uh, de wereld willen winnen voor hun ja. kind. Welke, welke kant van het spectrum zie jij? Op het moment dat ik eigenlijk uh, hoorde, Dennis, dat ik uh, vader zou worden, ging ik meteen harder trainen. Echt waar? Ja, echt waar. Ik wil mijn kind laten zien, van uh, over, over vier, vijf jaar, als ze een beetje uh, kan inzien wat het kickbox of Elma inhoudt. En als ik uh, met een beetje geluk uh, erin zit nog in de vechtsport, uh, dan. Uh, ja, dat hoop ik wel. Dat is wel echt mijn droom om, om voor haar neus een wedstrijdje te winnen, weet je? Ja. dat is toch wel iets moois. Ik, ik, uh, ja, dat is. Uiteindelijk is dat, het het, uh, dat is het net zo mooi als, als, net alsof je vader bij je wedstrijd is geweest, weet je? Ja. Maar dan is je dochter erbij, weet je? Dat is toch wel iets. Uh, met Oesman bijvoorbeeld. Die neemt uh, zijn dochter elke wedstrijd mee. Ja. Uh, ook als hij knockout gaat. Maar zoals hij dat al bij Joe Rogan uh, had ja, het al dat uitgelegd. Is al uitzocht, hoor. Ja, hij had het al uitgelegd van ze moet niet alleen zien uh, dat je wint. Ja. Ze moet ook beseffen dat er tegenslagen zijn in het leven. Zeker. En dat, 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 dat je vader ook gewoon uh, uh, knockout kan gaan. Ja. Maar dat hij ook kan laten zien dat hij er bovenop komt. Ja. En dat zijn lessen in het leven die je niet op school meekrijgt. Of, uh, uh, of van je beste vriendinnetje of wat dan ook er zijn lessen die hij leert door het mee te maken um, en ik denk dat hij wel een punt heeft daarin ja uh, maar ik vond er wel aan de jongere kant hoor moet je zeggen ze heeft het vaker gezien weet je het is zijn keuze en zijn zeker. kind En, 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 en als verlies, mensen gaan lijken weet je moeten moeten ze, moet ze het lekker zelf weten maar het is zijn kind hij kiest ervoor ik zie het wel ik, ik snap wel wat, wat hij erachter ziet ja. zeker nou ja, ik, ik, ik ben het een deel daar ook mee eens. En winnen en verliezen, verliezen, ook teleurstelling. En daaroverheen kan hoort bij het leven. Maar hoe die Oesman daar lag, ja. hoe die een behoorlijk goede imitatie van een houten plank aan het doen was daar uh, ja. op de grond. Absolutely. En de reactie van zijn dochter, die echt totaal hysterisch daar de, ja. de, de zaal uitgedragen moest worden, ontroostbaar. Dat brak mijn hart wel een ja, beetje, tuurlijk. moet ik zeggen. Maar ja, voor hetzelfde geld slaat Oesman uh, Edwards, uh, en dan loopt zijn dochter weer te juichen, weet je. Ja. Ja, het terwijl het dezelfde de pijn is die, het is een beetje omdat het haar vader is is het een beetje gevoeliger ja. maar ze moet inzien dat, 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 uh, dat wanneer je neergaat dat het niet het einde van de wereld is en dat je altijd terug kan komen en altijd, waarschijnlijk gaat hij die, gaat die naast haar uiteindelijk de volgende dag zitten en haar uitleggen van wat er is gebeurd en, uh, uh, en haar een levensles meegeven ja. Dat ja. is uiteindelijk toch wel uh, wat je eruit krijgt. Ja. Ja. Ik, ik tait toe, Vassen had trouwens uh, zaterdag ook voor het eerste zoontje mee. Ja. Die is geloof ik zes nu. Uh, maar die Australiërs is sowieso wat ander huid Dus die gaan daar volgens mij wel anders mee ja. om. Nee, ja. Mijn neefjes uh, en uh, nichtjes die zijn ook vanaf kleinstaf aan bij elke wedstrijd bij mij geweest. En uh, Die hebben de mooie, uh, mooie kanten gezien en meegevierd. Maar ook de slechte kanten, weet je. En die zijn er ook uh, wanneer. Uh, ja, wanneer je leuke dingen buiten het kickboxen meemaakt, maar ook de slechtere dingen. Dus het, het, het hoort erbij. Het is ja. het leven. Zou je willen als je dochter opgroeit dat ze ook gaat vechten? Nee, maar je, mijn dochter gaat voetballen. <laughs> Tegenwoordig verdienen ze evenveel als de mannen. Dus uh, de keuze is snel gemaakt. Uh, <laughs> nou, nou ja, in het Nederlands elftal verdienen ze evenveel, maar op het clubniveau nog niet. Maar ik begrijp waar je na naartoe gaat. Maar ik ja, ja. is toch mooi. Je hebt nu Marokkaanse elftal. Die loopt de damesvoetbal echt heel erg te pushen. Echt waar, ja. ja dus uh, als mijn dochter in het Marokkaanse elftal komt, uh, is het toch mooi. Jij ja. als vader zijnde met je dochter mee naar Marokko op ja. reis en Zou je liever toe. willen dat ze van Marokko dan van Nederland gaat voetballen? Dat is haar eigen keuze, ja. dat is haar eigen keuze. Maar ik, uh, ik zelf vind het leuker, een ja. meer, meer een avontuur om, 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 om toch de Marokko kant te kiezen. En waarom? Ja. Die heb je nog niet helemaal ontdekt. Uh, je hebt Nederland, ben je geboren en getogen, je hebt alles meegekregen in principe van, van, van wat je hoort mee te krijgen. Um, Um, veel zeggen ook van ja, je hebt de opleiding gehad in Nederland. Hoor je dan niet, ja, ja. Ben je dan niet moreel verplicht om, om ook voor Nederland uit te komen? Ja. Dat vind ik dan weer niet. Um, ja, ik bedoel, wat het hart uh, zegt. Ja. Precies, ja. Ik bedoel, je, je DNA is de helft-helft. Helft. Uh, ja. Waarschijnlijk heb je de, de, de eigenschap mee, goede eigenschappen ja. meegekregen vanuit Nederland. En probeer je de goede eigenschappen vanuit Marokko ook mee te krijgen. Ja. Dus dat ja. is, uh, en ook een beetje aan je carrière denken, ja. waar de meeste kansen liggen. Ja, ja. Het kan beide kanten op. Ja. Maar ik vind het wel grappig, dat ze, je dochter is drie weken oud en nu? Vier, ja. ja. Dat je nu al weet dat ze gaat voetballen? Uh, ja, ik, ik, ze moeten sport doen, weet je. Ja. Uh, het liefst heb ik het daarop turnen of, of zwemmen, weet je. Maar dat is niet echt een sport waar je wat kan behalen. Ja. Laat ik het zo zeggen. Mooi. Ik ben altijd competitief ingesteld. Als mijn dochter ja. aan een sport gaat doen en nooit 100% inwijding geeft... wil ik wel dat ze de, de, de uh, waardering krijgt die ze hoort te krijgen. Weet ja. je? En dat hebben wij altijd een beetje gemist in kickboksen. Ik bedoel, uh, wij vechten in principe uh, Nederland. Er is genoeg publiek. Uh, maar de, 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 de aandacht krijgen we niet nee. van, de, van de media. Nee, ja, het is wel een beetje aan het veranderen toch? Het, het schift wel. Het is wel een aan Het, het, veranderen, ja. Ja, maar dus het is echt die tijd dat jouw dochter die leeftijd heeft dat ze wedstrijden zou kunnen doen. Is het misschien ja, wel ja, ja, een goed klimaat. Ja, maar toch ja, ja. zeg ik wel liever niet dat ze gaat vechten. En ik, vind nee. De... Nee. ik denk 99,9% van alle vechters aan wie ik deze vraag stel, vechten tot in het leven, hart en nieren. Maar mijn eigen kinderen wil ik liever niet in gaan vechten. Waarom niet? Nee, ik heb, uh, ik, het, 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 omdat ik weet dat het uiteindelijk op langere termijn weinig oplevert. Ja. Laat ik het zo zeg. Ik wil niet dat het de teleurstelling gaat hebben die vele vechters nu hebben. Nee. Uh, dat ze na jaren trainen en, en vechten uiteindelijk uh, links worden gelaten. Niet alleen door de organisaties, maar ook door, uh, door de VA bijvoorbeeld. Het um, is een beetje, het is alsof je voor iets heel hard gaat werken, maar niet uitbetaald krijgt. En dat is een beetje het gevoel bij het kickbox op dit moment. Ja. Bij het voetbal ligt dat toch wel wat anders. Door als je bij Ado al in de dames komt, krijg je al een vast salaris waar je u tegen zegt. Ja. Waar je gewoon per maand gewoon leuke dingen mee kan doen. Ja. En dat is bij kickbox gewoon niet zo. Wij, wij krijgen alleen maar betaald uh, wanneer we knokken. Wij moeten onze eigen risico betalen wanneer we in het ziekenhuis belanden. Wij moeten uh, 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 zelf investeren in onze trainingen en in onze voeding. En wat je ervoor terugkrijgt, is zijn. Ja, het ligt een beetje aan de vechter zelf. Maar ik zelf vind het niet voldoende als, uh, nee. als wat we horen te krijgen. Maar tegelijkertijd zeg je, het vechten heeft mij heel veel gebracht. Misschien niet financieel en qua status, maar ja. wel qua, uh, qua discipline en doorzettingsvermogen. Het... Ja, en, en heeft het je gemaakt tot de man die je nu bent. Dus dat heb je ook wel weer heel veel goede dingen ja, gebracht. En, uh, ik mag niet klagen, mij heeft het geld opgeleverd? Ik, ik praat nu ook namens de, de vechters die nu niet aan de pak komen en wel broodvechters zijn. Ja, die komen gewoon nu niet aan de bak. En die kiezen dan heel snel voor om het links te laten liggen. De vechtsport zelf. Die gaan dan werken of andere dingen doen. Ik heb er genoeg van gezien. Zonde, vind ik het. Het is net alsof je profvoetballers in één keer ziet stoppen... omdat ze geen salaris hebben betaald krijgen. Het is, het is een beetje van de zotte eigenlijk. Ja. Ik vind eigenlijk dat, dat je gewoon een... een, 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 een uh, als een over, overkoepelende organisatie kunnen aanbieden... die ook de wacht heeft op, uh, op alles en iedereen. Dan vind ik eigenlijk dat je ook een... een, een uh, een stichting of, een, of een iets van, uh, van, uh, ja, van een organisatie opricht. Een pensioenfonds. pensioenfonds of, die uh, in ieder geval wat meer yeah. uitbetaald aan de vechters dan, dan ze nu krijgen. Want het is echt dramatisch. Ja. Het is echt dramatisch. Goed. Um, ik wil één ding nog eventjes bespreken. Je hebt zijn naam al een paar keer genoemd. Uh, Andrew Tate, waar je toen uh, tegen gevochten hebt. En ja. je bent de laatste tijd op social media vrij focaal over hem geweest. Ja. ja, ja ah. begon eigenlijk, uh, Dennis... Ik kreeg een goede vriend van me, de zaak die ik langer tijd niet gezien heb. En uh, die zei in één keer tegen mij van, hé, hey, heb jij niet tegen Andrew Tate geknokt? Ja. Ik zei, ja, dat klopt. Een uh, aantal jaar geleden alweer, maar dat klopt. Hij zegt, ja, heb je niet gehoord over hem dan uh, dit en dat? Ik zeg, nee, ik volg hem niet. Ik weet niet wat hij doet tegenwoordig. Ik hoorde dat hij uh, na mijn wedstrijd eventjes was gestopt en dat zit. Ja, die, die uh, gozer is nu echt uh, helemaal uh, ontploft. Ja. En uh, binnen een jaar is hij uh, een van de grootste geworden in, uh, in de wereld. Ja. En dus liet hij mij een paar voorbeelden zien op TikTok. Ik zelf al heb geen TikTok. Dus hij liet die een paar dingen op TikTok zien. En, uh, en toen zag ik in één keer Andrew Tate met een kale kop en een baard. Dat had een beetje hetzelfde, hetzelfde uiterlijk als mij overgenomen na de wedstrijd. <laughs> en die begon uh, ja, dingen te vertellen over wat je wel en niet kan. En, uh, maar in één keer zag ik ook een filmpje die 8 miljoen keer was bekeken. En dat was een interviewtje meteen na onze wedstrijd. Ja. En dat was met, uh, met Soeheel. Ja. Uh, voor Combat Point en uh, dat dat hij eigenlijk aan het winnen was. Ja, legde hij al een hand op zijn oog en, en verklaarde hij dat hij heel zijn leven last heeft van zijn oog en daardoor heeft verloren. Maar als ik nu erbij naar terugdenk, dan is dat alles geweest om zichzelf in te dekken. Ja. Want uh, uh, hij had al een plan voor zichzelf wat hij zou gaan doen. De wedstrijd tegen mij heeft hij gratis gevochten. Dat kan ik je nu zeggen. Die ja, had destijds al geld. Hij heeft gratis tegen mij geknocht. de motivatie was er. Hij wil gewoon zijn gordel verdedigen tegen mij. Zodat hij waarschijnlijk een stap kon maken richting uh, wat hij nu mee bezig is. Ja. Ja, die, die plan was niet gelukt. Die had hij verloren. En uh, um, al vrij snel de, daarna zei hij: van, Het komt niet door, door de hoek. Het komt doordat ik last heb van mijn oog. En daarom, daarom heb ik verloren. Ja, Op dag van laat vandaag ze gebruiken ze die, die, die excuus ja. nog steeds. Ja. En uh, uh, uiteindelijk ben ik mee naar buiten gekomen. Eigenlijk begon het als grap. Maar in één keer kreeg ik uh, van 2-3000 mensen in, uh, berichten van, hé, hey, waarom begin je hier over Andrew en dit en dat? En ze zagen hem echt als iets, ja. iets uh, mythisch, weet je. Ja. En, en, en ik weet gewoon hoe die jongen is. Die heeft naast me gezeten op de bank bij wijze van met elk interview. Ja. En ik weet gewoon dat hij heel lief en rustig is. En zijn image is totaal niet wat hij nu presteert als de Alpha -mail. Maar hij loopt wel uh, de kinderen te op dit moment. moet ik je zeggen? Met die TikTok-filmpjes. Dus, ja, uh, ik, ik, ik zelf heb een dochter gekregen. En hoe hij ook. Weet je. Hoe hij die, die, die mentaliteit van hem overbrengt. Over vrouwen aan, aan kinderen. Die nemen het allemaal over. En uiteindelijk. Ja. Gaat het slecht aflopen in onze maatschappij. Het ook ja. figuren. Weet je. Dus ze zeggen wel wat ze denken. Dat vind ik helemaal prima. Vrijheid van meningsuiting. Je ja. moet ook zeggen wat je denkt. Uh, maar als je mensen erbij gaat. Uh, Beledigen en echt pijn gaat doen, ook uh, ja. moreel. Dan moet je wel kappen, vind ik. Vooral als je ook zo'n groot achterban hebt. Ja, maar hij is inderdaad, ik ken hem. Ik heb hem meegemaakt hoe ik als eerste met hem in aanraking ja. kwam. Was bij Infusion ook. Toen ja. ik nog bij Infusion werkte. En hij deed dan: voor het eerst mee en reality ja. in Macedonië? En, en toen kwam je daar behoorlijk Met veel uh, Poehak kwam je daar binnen als grote Amerikaanse. Maar toen uit het Amerikaans kickboksen eigenlijk. Hè, dus het, het voelt ja. contact meer. De ISKA-regels. En uh, op mondiaal niveau was het niet zo. Geweldig vond ik. Hij kon wel aardig vechten. Hij maar... kon aardig vechten zeker. Ja. Maar het was niet echt. Hoe ze hem nu omschrijven. als de champion. De. Ja. four times world champion. Vind ik niet helemaal terecht. Nee, vind en ik, niet ik, helemaal ik, terecht. ik was hem een paar jaar ook uit het oog verloren. Ja, niet om mijn eigen winst weg te doen of wat dan ook. Want ik ben nee. wel een van de. Uh, volgens mij de enige die hem uh, getikeo'd -get heeft. Ja. Maar uh, wat ik wel heel erg vreemd vond. is dat hij na mijn wedstrijd. Uh, meteen naar Roemenië is gegaan. Tegen drie onbekende jongens heeft geknopt. Ja. Gewonnen ook. Uh, en ook dat, denk ik, heeft hij gedaan om zijn Wikipedia een beetje op te vullen. Ja. Zoals, zodat hij als. Uh, influencer. Iets, ja, je kan niet als een vlie met een vliegpartij aankomen bij die mensen. Want ze zien ja. jou als de kickboxkampioen. Dan ja. moet je wel een recordje ja. hebben, weet je. Ja. En, en, ik, 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 de video en, van mij tegen hem ja. heb ik ook bij Infusion uh, neergelegd. om hem uh, uit te zenden. Dat hebben ze met overleg met Andrew Tate ook niet gedaan. Waardoor ze heel veel miljoenen views mislopen. Ja. Weet je, voor mij is het ook niet goed, want dan weten mensen nog steeds niet dat ik van hem heb gewonnen. Dus uh, dat is eigenlijk de reden dat ik er zelf een beetje mee naar buiten ben gekomen. Ja. Als, een beetje, uh, ja, als er niet mee wordt gewerkt, dan moet je het maar zelf doen, zeg maar altijd. En dat heeft goed uh, geholpen. Ik heb miljoenen views gehad in één keer, duizenden berichten en uh, zo zie je maar negatieve uh, publiciteit. Hij Dat is heeft een beetje de, de, TV de, TV de, die glamorous lifestyle, je ziet hem in privéjets en een Lamborghini's ja. en een Rolls Royce's en hij is echt een van de ja. nou, grotere influencers op dit ja. moment internationaal denk ik. Uh, en wat hij zegt is over het algemeen, laat ik het zeggen, vrij controversieel. Ja. ja. Ah, ja hij is ja. gewoon zakelijk is hij, uh, heel goed bezig, top. Hoe ja. dus hij zijn geld verdient, hoe hij alles doet, helemaal ja. goed. Uh, maar ik vind hem niet de champion die ze zeggen dat hij is. Nee. Vooral, hij, hij is geen repressaille van het kickboksen, laat ik het zo zeggen. Vooral niet in die gewicht. Nee. Er zijn talloze anderen die, uh, die de spotlights verdienen in plaats van hij. Maar goed, dus, uh, het is hoe, uh, wat het is. En uh, mocht hij tegen Jake Paul vechten, ik hoop het dat, dat hij dat doet. Weet je? Misschien dat infusion dan wel onze partij uh, online gooit. Dan wel wil <laughs> ja, ja. Maar wat, wat zou je willen? Inderdaad, omdat je gewoon niet eens bent met hoe hij zich presenteert om, om hem de mond te snoeren. Ik, ik... Nee, totaal niet. Wat hij, hij heeft mij al in principe al geblokkeerd op Instagram en alles, meteen al dat ik een filmpje van onze wedstrijd had geblokkeerd. Hij heeft zich geblokkeerd? Had hij had me direct geblokkeerd. No bad, no bad news allowed. No. Nee, Tristan ook, zijn broer, die heeft me ook gelijk geblokkeerd. En, uh, en toen dacht ik van, ja, dan gaat de oorlog nu wel beginnen, denk ik. Ah. <laughs> ja. Ik heb wel ballen om het te doen ook. En uh, toen uh, kwam uh, de grootste krant van Engeland naar me toe, Daily Mirror. Yeah. En die uh, wilde uh, een artikel hebben met me. Toen heb ik gewoon alles op tafel gegooid uh, wat ik dacht dat ik moest zeggen. En uh, die, die artikel heeft zo aangeslagen over heel de wereld. Hij was iets van zes miljoen keer bekeken. Wat ziek idee. Uh, ja, best bekeken artikel in maanden. En uh, ja, zodoende. Dan, dan krijg je alsnog een beetje naam in het buitenland. Hè? Als, je, uh, als je het slim aanpakt. Ja. Zonder te vechten. Dus uh, ja, zodoende eigenlijk. Ja, een Cynicus zou zeggen van jij gebruikt alleen maar om over zijn rug naam voor jezelf te maken. Ja, er komen nu mensen toe die uh, helemaal niks met kickboksen te maken hebben, Dennis. En die zeggen van, je hebt van Andrew Tate gewonnen. Dat is toch ja. mooi? Ja, dus dan, dan, dan eigenlijk dan heb je, doe je toch wel iets goeds voor het kickboksen. Dan, ja. dan uh, link je Andrew Tate meteen aan het kickboksen ook. En dan wordt het kickboksen ook groter. Je moet hem niet alleen zien als iemand die, die spreekt. Maar hij is uiteindelijk ook de kickbokser geweest die jij zegt dat hij is. En als je dan naar die kant gaat kijken... Ja, dan... Uh, dat dan nog wel twijfels. Uh... Maar goed, het is geweest. Ik heb hem al uitgedaagd. Hij heeft het niet geaccepteerd. Het boekje is gesloten nu. Dus dan moeten ja, we verder. Sandrover. Sandrover. Oké. Okay. Uh, het, het gaat nu goed. Ik wou het nog even over treinen en trainen. Zeiden we het begin natuurlijk. Je verleden nog bij de ja. NS. Uh, maar je hebt inmiddels gewoon zelf een goed lopende winkel in ja. Den Haag. Ja. De, de, zeg, even, zeg het zelf maar even hoe die heet. Uh, de Boezestor in Den Haag. Um, we zijn twee maanden geleden in een nieuwe, nieuwe locatie in Den Haag Centrum. En uh, ja, het, het, het loopt goed gelukkig. Uh, het is hard werken, maar uh, het is met veel liefde en passie uh, dat we daarheen gaan. Ja. Mooi. Vaardiger worden, dus het, het gaat je eigenlijk voor de wind. Ja, nu wel gelukkig. Uh, het, is, uh, het is een heel ander leven als wat ik ervoor had, zeg maar. Het klokken en, uh, en uh, twee keer per dag trainen. Ja. Ik train nog steeds, alleen komen wat andere prioriteiten bij kijken. Nou, uh, dus uh, ja, de passie is nog steeds niet weg voor okay. het kickboksen, Zeker niet. En ook alleen maar omdat ik vaak in, in de winkel ben. Ben ik in contact met sportscholen, ben ik in contact met vechters. En uh, zo blijf je wel in het wereldje, weet je, het is niet dat je dat je één keer helemaal uit de, nee, nee, de nee. zicht bent. En dat was ik eerst wel, zoals dus je aankaart, uh, toen ik voor de NS werkte, inderdaad. Ja, ja. Ja. Um, in ideaal scenario, ik ben nu even met andere dingen bezig, maar een ideaal scenario: wanneer zou je weer in een ring of kooi willen staan? Ideale scenario, ik zit nu op een kilo 95, 96. Ja, als ik het echt goed wil doen, dan neem ik altijd twee, drie maanden ruim om uh, die tien kilo uh, op mijn gemakje af te trainen. Mm -hmm. um, ja, Dat hoop ik toch wel februari. Ik, ik, ik kan nu sowieso kan ik mijn debuut in het allemaal maken. Als het niet volgende week is, is het wel over twee maanden. Maar ik wil daarmee heel, heel even wachten. Mm -hmm. Nog heel eventjes tijd trekken om te kijken of wat is in het kickboksen. En als er niks is, dan gaan we gewoon aan de slagtennis. We gaan we ook niet meer terug. Dat, dat is het... gewoon uh, één weg uh, naar voren. Volle vaart vooruit. Uh, ja, dat is uh, ook uh, knokken op de grond. Ik ben heel benieuwd, man. Ja, zeker. Um, ik wil je bedanken voor je komst en voor je, voor je mooie openhartige verhalen. Je bent ja, een mooi mens. Uh, ik gun je yes. het allerbeste. Dankjewel, man. Uh, en we gaan het volgen. Ik ben benieuwd wat er voor jou gaat komen. Of het inderdaad glory wordt of een mooie route in het MMA. Laten we het open. Laten we het open En ik hoop dat ik ook uh, mijn kunsten snel te mogen laten zien aan, uh, aan het vechtpubliek. Yes. We gaan het zien, we gaan het volgen. Uh, bedankt jullie allemaal weer, bedankt uh, voor het kijken of voor het luisteren. Je weet het, uh, waar we te vinden zijn, Je hoeft niet eens meer uit te leggen. We zijn er volgende week weer met een nieuwe gast. Voor nu vergeet niet te liken, te delen, te abonneren en het verder vertellen. Ook aan de Kakatoe van de overbuurman, van die wil misschien ook wel een keer een leuke podcast zien. Oes!